We staan hier op camping Kroolsbergen en achter mij niemand. En aan de andere kant ook helemaal niemand. Dus echt gezellig is dit. Het is wel splinternieuw, maar wat minder leuk, wat ik persoonlijk minder leuk vind, is dat er zijn alleen maar chalets. Het is allemaal vaste gasten. Dus ik denk dat dit maar één nachtje wordt. Dan kijken we wel weer verder. Maar het weer leverde eerlijk gezegd ook geen positieve bijdrage. We zijn hier nog bij camping Kroolsbergen in Paaslo. Bij Oldemarkt in de buurt, ten kop van Overijssel. Het is slecht weer en het is... Niet uitnodigend, laat ik het zo zeggen. We gaan gewoon verder. Het is niet echt dat we zeggen, dit is een hele leuke camping. De campingplaatsen zijn op zich wel splinternieuw. Achteraf kunt u dat zien. En ook aan... Het gras is heel erg mooi, het is heel erg recht. Eigenlijk niks aan te merken. Het enige wat ik er zou op kunnen zou aanmerken. Er staan geen caravans, er staan geen campings. Hoe heet die meneer? Campers. Het zijn allemaal chalets. Het is een dorp. Waarbij er niemand woont. Nou, dat is niet gezellig. Helemaal niet gezellig. Dus we gaan lekker verder rijden. Weer een ervaring rijker. Ik zou normaal gesproken even met de drone vliegen om dat te laten zien. Maar het is zo slecht weer, dus dat gaat er helaas in dit geval ook niet op. Niet getreurd, we gaan lekker verder. En wie weet waar we vanavond terechtkomen. Dus gingen we rijden. En via het bordje Wolvera gingen we dus Friesland binnen. En reden we door via de Westhoek, zoals dat daar heet. Dat is Lange Lille, een veenpolder. Reden we door richting Sneek. Voordat we bij Sneek aankwamen, kwamen we eerst door langs het Tjeukenmeer. Ik weet niet of je het kunt horen vanwege de wind. We staan hier aan de rand van het Tjeukenmeer. Het weer is een beetje aan het opklaren. Het Tjeukenmeer staat bekend omdat het hier raak en spook als het stormt. Volgens mij kan dat overal als water is, maar dit meer staat erom bekend. Ik weet ook niet waarom. Bij jou gingen we snelweg op en passeerden we Sneek richting de Afsluitdijk. Het weer werd steeds beter. En ja hoor, we reden de Afsluitdijk op en de zon kwam door en het werd zelfs een hele mooie stralend blauwe lucht. Met hier en daar een wolkje, dat weer wel, maar het fantastisch mooi weer. Onderweg naar Egmond aan Zee kwamen we de prachtig mooie bollevelden tegen. Ze waren nog niet helemaal in bloei, maar de kleur was er gelukkig wel. In Egmond aan Zee waren zelfs de winkels allemaal open en konden we gewoon lekker even shoppen. Nou ja, Klaasje dan. En vanaf Egmond gingen we door richting Callasoog via Schorel. Wat een prachtige omgeving is dat. En uiteindelijk dan de mooie kale vlakte van het strand van Callasoog. En wie vond dat het allerleukste? Ah, die van natuurlijk.
Ja, en waar zullen we nu weer naartoe in dit doelloze weekend? Ja, vrijheid heet dat en dat hadden we ook. Dus gingen we richting Blesdijken, waar we vorige week ook staan hebben. Oh ja, maar eerst nog even dit. Een paar weken geleden, toen stonden wij in Twente, toen liet ik zien dat de schilderen met zo'n groot doek wel een beetje lastig was. Het is nu af. Dat was de vraag van sommige mensen die het gezien hadden. Ik ben gek op donkere bossen zoals je ziet. En dit is een behoorlijk donker bos. Ik zeg niet dat ik een goede schilder ben, ik doe het nog maar net, maar leuk vind ik het wel. Nou, laat me horen wat je van vindt. Dit was het einde van een gek weekend eigenlijk. Het zal wel onszelf liggen. Maar we wisten niet hoe we naartoe wilden. Het was regen voorspeld. Nou, dan weet je al helemaal niet wat je wil. En misschien hunkeren we wel naar mooi weer. Misschien is dat het. In ieder geval wisten we niet waar we naartoe wilden. We gingen naar een camping wat niet echt onze camping is. Daar zijn we doorgereden en toen wisten we helemaal niet meer waar we naartoe. En toen zouden we naar Friese Meren, hè? Ja. En tegenwoordig heb je weer een radar. Zo'n appje waarop je zelfs kunt zien waar de zon opkomt of doorkomt. En toen bleek dat het in het westen te zijn. En dus gingen we die kant op. Zoals jullie hebben kunnen zien, via de Afsluitdijk naar Egmond. Daar hebben we bekeken, hè? Ja, nog wel. Alsof we aliens waren. We pasten niet helemaal op parkeerterrein blijkbaar. Mensen vonden heel raar dat wij daar gingen staan of zo. En toen we ook door dat dorp reden, nou ja, ja, een beetje raar gevoel. Maar wel grappig eigenlijk. Goed, daarna zijn we nog tussen Kallens ook geweest. En nu zijn we weer terug via, dat is Klaasjes teruggereden. En nu zijn we weer terug waar we vorige week geëindigd zijn. Dat is een Blesdijken. Dat wordt wel een beetje thuis. Ja, mooie plek. Ja, wel hè? Ja. Ja. Dat is een beetje vlakbij waar we zaten. Deze film, video eindigt met wat kuikentjes. Zo zeggen, wat moet je daar nou mee? Nou, onze zoon heeft ons dat uitgenodigd om bij hem vanavond te komen eten. Dat ga ik niet filmen. Maar hij heeft ook een soort corona hobby, kippenhok bouwen en kippen houden. En met kuikentjes uiteraard, daar is hij mee begonnen. En ik vind het zo leuk. Het heeft niks met camperen te maken, maar het is wel deel van ons weekend. En ik ga er wat van laten zien. Dat zijn al de laatste beelden die hierna komen. En hopelijk tot de volgende keer. Dan hebben we een lang weekend. Ja, een heel lang weekend. Ja, maar liefst hoeveel dagen? 10. 10 dagen vrij. Dus dan laten we wel wat zien. Ja, hopelijk is dat beleven we dan meer. Hebben we ook beter weer als het zoals het lijkt. Ja. Tot die tijd. Veel plezier. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En volgende keer weer. Ja, tot ziens. Bedankt. Doei. Tot kijken. Hoi. Doei.